ga je tonen hoe je gemakkelijk een ticket kan aankopen op je smartphone via de NMBS-website. Om je ticket te kopen op de NMBS-website, heel eenvoudig. Via je browser ga je naar de NMBS-website. En hier kom je op de officiële website. Als je eerst wil weten welke trein je best pakt, kan je starten via de routeplanner. Een andere weg om jouw ticket te kopen is heel snel bovenaan hier, koopticket. Dan kom ik op de officiële aankooppagina en van daaruit kan je heel gemakkelijk je traject kiezen en je ticket aankopen. Ik wil vandaag van Gent naar Antwerpen, dus ik geef in Gent. Ik wil starten in Gent-Sint-Pieters. Ik wil naar Antwerpen. Antwerpen Centraal. Gent naar Antwerpen. Vandaag kies ik voor tweede klasse. Hier kan je heel gemakkelijk switchen naar eerste klasse als je dat wenst. En ik wil vandaag een enkele reis. Als je een heen- en terugreis boekt, kan je hier je vertrekdatum of je terugreis heel gemakkelijk aanpassen. Zoals gezegd wil ik vandaag een enkel traject kiezen. Voilà, Gent-Antwerpen, tweede klasse, enkel ticket, toonbiljetten. De website gaat mij automatisch het meest geschikte ticket tonen. En daar kan ik een keuze maken. Ik heb het standaard ticket, een GoPass One voor de jongeren onder 26 jaar of een seniorenbiljet voor de personen van meer dan 65 jaar. Ik ga vandaag kiezen voor het standaard ticket en ik ga het op een heel eenvoudige manier toevoegen tot mijn winkelmandje. Voeg toe, zoals je kan zien is er een extra ticket in mijn winkelmandje toegevoegd en kan ik heel gemakkelijk mijn bestelling afronden. Voilà, ik kan nog eens een samenvatting krijgen en dan heb ik natuurlijk mijn gegevens dat ik moet in. Het ticket kan ook afgeleverd worden op jouw identiteitskaart en ook via de website ga je het ticket krijgen. Een standaard ticket, tweede klas, enkele reis, de naam van de reizigers, die in dit geval dezelfde zijn als de personen die we aankopen. En hier kies ik de aflevermethode. Zoals ik zei, kan je kiezen tussen afleveren via PDF op e-mail of heel eenvoudig op je elektronische identiteitskaart. Ik ga vandaag kiezen via PDF via e-mail. En ik ga kiezen voor een betaling via KBC. Ik ga akkoord tenslotte met de algemene verkoopsvoorwaarden en dan ga ik naar de volgende pagina waar ik de betaling kan doen. De website gaat mij automatisch doorverwijzen naar de betaalpagina van mijn bank. Ik kies om te betalen via KBC Mobile. Voilà. €9,50 voor mijn ticket. Ik bevestig. En mijn aankoop is geslaagd. Automatisch ga ik teruggaan naar de pagina van de website waar ik eigenlijk mijn ticket ga te zien krijgen. Eventjes geduld, vanuit de betalingspagina keer ik automatisch terug naar de website. Voilà, bedankt voor je aankoop. Je kan soms eventjes wachten, dan krijg je jouw ticket. Uiteraard heb je het ook via e-mail gekregen, want ik had gekozen voor afleveren via e-mail. En als ik hier nu op klik, kan ik eigenlijk op een heel eenvoudige manier mijn ticket openen. Voilà. Denk eraan om je verlichting van je gsm hoog genoeg te zetten. En als de treinbegeleider passeert, de code een klein beetje inscannen of echt inzoomen, zodanig dat de leesbaarheid verbetert voor de treinbegeleider. Je hebt gezien hoe gemakkelijk het is om een ticket aan te kopen via jouw smartphone. We wensen je alvast een aangename reis en we zien jou graag binnenkort op een van onze treinen of op nmbs.be.